Functionarissen van het ministerie van Defensie en andere overheidsinstituten zullen in Nederland een training volgen op het gebied van protocol. Dit is een van de resultaten van de hernieuwde defensiesamenwerking tussen Suriname en Nederland. Tijdens deze training zal worden ingegaan op de planning en de uitvoering bij staatsbezoeken en eventueel grote herdenkingen of vieringen. Het is heel erg belangrijk om te beseffen dat Defensie de uitvoering doet van het ceremonieel gedeelte waarbij de volksliederen worden afgespeeld, een erewacht wordt geformeerd en de begeleiding vanuit de luchthaven naar het hotel of andere locatie wordt gedaan. En alles wat daaromheen zit moet met elkaar samengaan. Dat is essentieel bij protocol, zegt luitenant-kolonel Thijs Jansen, hoofdceremonieel protocol en militaire muziek bij het Nederlandse ministerie van Defensie. De bedoeling is dat er ook periodiek online lessen zullen worden verzorgd.